Goedemorgen. Goeie vroege morgen, mag ik wel zeggen. 9:04. We zijn op de zaterdag startklaar voor de 10 kilometer, de laatste afstand van het Olympisch schaatstoernooi. Op een zaterdag dat het koud is, er valt een miezerig sneeuwbuitje naar beneden toe dat zich lekker vastplakt in het ijs. En dat ertoe geleid heeft dat maar weinig mensen de Zetrabaan konden vinden. Wat u daar ziet staan, daar achterop onder die beschutting van die overkapping, dat zijn wat verdwaalde Nederlanders nog. Het waait een weinig. Het vriest nog zo'n 7 graden, dat ziet u. En we gaan zo direct beginnen aan de langste uitzending van de Olympische Spelen. We hebben dat met alle commentatoren die om ons heen zitten hier, hebben we dat zo'n beetje uitgerekend. Dit wordt de marathonzit van deze 14e Olympische Winterspelen. En wij als Nederlanders mogen ons gelukkig prijzen dat wij het langste op de zender zijn van allemaal. Dus die medaille is ons. Bengtsson en Van der Duim zullen straks het eerste paar vormen voor de 10 kilometer. En dan komen Gustafsson en Karlstad, Sjöfisch en Nielsen. Dan gaat men het ijs schoonmaken. En wat men daaronder verstaat, dat moeten we nog maar afwachten. En als Sjöfisch, nou dan gaat het heel snel allemaal over uw beeld heen. Als die heren geweest zijn, dan houden we vast aan om de drie paren het ijs schoonmaken. Dat is ook een indicatie voor onze vrienden in Hilversum. Hoe lang dat gaat duren, dat weet nog niemand. Gevraagd naar wat de procedure zou zijn, en dat heb ik een half uur geleden gedaan aan de ijsmeester hier, zei hij schoonmaken. Ik zei, ja maar hoe schoonmaken? Gaat u iets van een natte doek erover halen of wordt het alleen maar met wat ijzeren schoppies eroverheen? Dat zei hij, dat zullen we besluiten als er drie ritten gereden zijn. Nou, dat is erg belangrijk om te weten, want als er niets gedaan wordt met het ijs, als het alleen maar een beetje sneeuw eraf krabben wordt, dan zijn de laatste ritten van vandaag zijn werkelijke kriems. Dat kan niet anders, omdat dan het ijs zo ongeveer, u kijkt naar de heer Haydn op deze ochtend, die er ook heel fris uitziet, maar dan zijn de bochten in ieder geval zo ver uitgetrapt dat er van de 3,5 centimeter weinig meer over zal zijn. Eric Haydn is Olympisch recordhouder op deze afstand, dat weet u nog, die bewuste zaterdag in Lake Placid was een prachtige 14:28:13 reed hij toen. Een record waarvan we dachten dat het nooit meer verbeterd zou kunnen worden. Maar kijk aan, Tommy Gustafsson deed het bij het wereldkampioenschap in Oslo. En haalde toen nog 5 seconden van dat fraaie record af. U ziet daar inmiddels rechts Hilbert van der Duim en links Klaas Bengtsson staan. Dus het ziet er naar uit dat de Joegoslaven vrij stipt gaan werken vandaag. Dit is Bengtsson die in Noorwegen woont en die een zeer matige Olympische Spelen hier meemaakt. 1 afstand afgezegd en op de andere afstanden weggereden. Nu is de vraag wat Hilbert gaat doen. Ik heb net aan coach Henk Boer gevraagd, hier is hij, wat er mogelijk was. Boer zette de glimlach voor en zei, ik denk dat Hilbert misschien nog wel eens gunstig uitkomt wat betreft het ijs. Maar in Bengtsson heeft hij een zwakke tegenstander en dat moeten we inderdaad bevestigen, Heinze. Ja, dat is jammer. Zo'n eerste rit is altijd moeilijk op een 10 kilometer en dan kun je veel hebben aan een goede tegenstander. Nou, die heeft hij niet. En wat de overige Nederlanders betreft, voor zover ik dat nog niet zou hebben kunnen lezen in uw ochtendblad, meld ik u dat in de 5e rit Robert Vuddering staat tegen de Rus Korotkov en in de 7e Iep Kramer tegen de Oostenrijker Werner Jäger. En om 25 seconden over 9 staan de heren klaar. De laatste afstand van de Olympische Winterspelen hier. Bengtsson, Van der Duim. Een ondankbare opdracht, denk ik toch voor Hilbert van der Duim, om hier in de eerste rit te mogen starten. Je kunt inderdaad zeggen dat je dan misschien voordelen hebt met betrekking tot de kwaliteit van het ijs. Maar in Klaas Bengtsson, de Zweed, met een persoonlijk record van maar net onder de 15 minuten, heeft Hilbert natuurlijk geen inspirerende tegenstander. Hij zal zijn eigen race moeten rijden. Hij zal het naar alle waarschijnlijkheid alleen moeten doen. En waarop durf je dan weg te gaan onder deze omstandigheden op dit ijs? 14 minuten 40 is de uitgangspositie voor Hilbert van der Duim. Knoop dat in uw oren. 14:40, daar gaat hij op weg. Ik vind het gedurfd, moet ik zeggen. De eerste ronde gaat in 36:86. De eerste van in totaal 25 ronden. Rechtsboven ziet u staan dat er nog 24 ronden gereden moeten worden. En dat is lang, heel lang.
barend stil rond de baan trouwens. Net als ook het Nederlandse publiek er niet meer in gelooft. Dat is onzin natuurlijk, want we hebben nog 3 man vandaag en waarom ook niet. 1, 11, 8. 1, 12, 5. Voor de meeschrijvers zullen we dat duidelijk zeggen. En Van der Duim kan net nog achter Bengtson langs. Rondetijd van 5,30 seconden. Ja. En dit is de laatste keer dat hij Bengtson dan ook gezien heeft. Ja, 14.40, dat is de uitgangstijd, tenminste dat komt 20 minuten geleden vast, dan heb ik het nog even snel gevraagd. En dat proberen ze dan maar vast te houden, zo op 3200 meter zal er door Boer gekeken worden wat er verder mogelijk is. De laatste kans in de carrière van de schaatsrijder Van der Duim om een Olympische medaille te halen. Deze race, daarna zal hij aan Olympische Spelen niet meer meedoen. Een Olympische medaille die hij zo graag zou willen toevoegen aan datgene wat hij allemaal al gewonnen heeft. En dat is bepaald niet gering, zoals u weet. We gaan naar de 1600 meter en Hilbert doet dat in 2:23:45. Dat zijn dus, om duidelijk te zijn, rondjes van 36 seconden. 36 al, ja. Maar eens even gaan kijken naar de bewegingen van de Nederlandse coaches. Het is net of het krakerig, bobbelig, pukkelig ijs is. 2:58:08. Ja, je kunt het horen bijna. De manier waarop de schaatsen het geluid maken op het ijs, dat is niet het geluid van schaatsen over echt glijijs. Het is krakerig, zoals je het zegt, Mark, prima. Dat is goed geformuleerd, want het is, ja, het is geen goed ijs. Dat mogen absoluut duidelijk zijn. Dat is jammer dat de heren hier op de Olympische baan van Cetera er eigenlijk de hele week niet in geslaagd zijn om een ijsvloer neer te leggen die aan de eisen voor snelle tijden voldoet. Want het kan wel op deze baan. Dat is bewezen, dat is aangetoond. Het komt er alleen deze week niet uit. 3:34:03. We zijn 2400 meter op weg. En Hilbert zit nog in de rondjes 36. Ik kan de beweging van Henk Boer niet goed volgen, maar het leek mij dat hij een vlakke hand gaf. Bengtson volgt regelmatig en die kreeg 4 vingers naar beneden. Van Hans Naas, de Noorse trainer in Zweedse dienst. ...4.09.07 op 2800 meter. Ja, en had ik het daarnet over datgene wat Van der Duim allemaal al gewonnen heeft in zijn carrière. Is het aardig om het nog eens op een rijtje te zetten. 2 wereldkampioenschappen, 2 Europese kampioenschappen, 7 Nederlandse titels, waarvan 6 achtereenvolgende bij de allrounder senioren en eentje bij de junioren A. Dat is natuurlijk indrukwekkend. Er is geen schaatser die zo'n carrière heeft gehad in Nederland. Alleen die Olympische medaille, die ontbreekt. 4:45:04, 3200 meter. Nog altijd rondje 36 en ik durf bijna te wedden dat hij volgende week weer wereldkampioen wordt in Gothenburg. Dat is zeker niet ondenkbaar dan. Als het gaat om klassementwedstrijden is hij absoluut één van de sterkste, zo niet de sterkste op dit moment. Er wordt druk gerekend op het ogenblik in het Nederlandse kamp, waar ook Tjaart Kloosterboer op het ijs is verschenen en zelfs de arts Pluimers meerekent. Die is in ieder geval precies, denk ik. De tijd is inmiddels weggevallen, die doet niet meer echt mee. En ook de tijd op het scorebord doet het niet meer. Dat is vervelend. Maar voor de mensen die meeschrijven, schrijf maar op. 5:21:01 was de doorkomst van Van der Duim. De onzekerheid van die eerste rit blijft groot. Je voelt het, je ziet het aan iedereen ook.
van het duim 5,56,88. Rondje van 35,7 dus. Hij kruist zo rond de 36 rondjes. En die moet hij lange tijd nog volhouden. We gaan zo direct naar de 4400 meter. We zijn dus nog niet op de helft. Een enige indicatie van wat mogelijk is, hebben we nog steeds niet. Het ziet er goed uit, dat in ieder geval wel. Rustig met name. Volgende tijd van op duim, 6.32.69. Hij rijdt bepaald goed van de duim, dat zonder enige twijfel. Alleen het is al vervelend, het is een eerste rit, kun je nooit zeggen wat dit goed rijden waard is ten opzichte van de prestaties van andere deelnemers op deze 10 kilometer. Maar het ziet er echt goed uit van de duim, hij zit goed in zijn ritme, maakt geen rare bewegingen, is goed in balans. En is de Zweedse tegenstander Bengtsson inmiddels royaal, maar dan ook heel royaal kwijtgeraakt. 4800 meter. Even wachten dat die tijd doorkomt. Ja, die komt weer op een ander computer gestuurd. 70859, kunt u noteren. 70859 over 4800 meter. Hij zit keurig op koers wat betreft zijn schema. Schommelend rond de 35,6 en de 36 rondjes. En mijn heer, wat wordt er gerekend in dat Nederlandse kamp? U kunt dat niet zien. Dat is ongeveer het enige wat ik wel kan zien, want die mannen staan recht voor me. Volgende passagetijd komt er zo aan. 7,44,56. Dat was 5200 meter, we zijn dus over de helft. Bijblazen zo. Zag u dat gezicht van hem? En de passagetijd naar 5600 meter. 8:28:36. Dat kan niet, denk ik. 8:20 zal dat moeten zijn. 8:20:36 inderdaad. Zodat het schema van die rondjes rond de 36, iets eronder, nog steeds gehandhaafd blijft. Hij blijft lang, blijft hij op die 36, zeg 35, 6, 35, 7 zitten. En ik weet niet hoe de entourage bij u overkomt. Die schrille stemmetjes van wat Nederlandse supporters. Nu heeft u de tijd meelopen, 8, 56, 31 de volgende. Ik vind het hier wat iel. Het is net of het een plaatselijk wedstrijdje in Apkoude is ofzo. Zo stil. Ja, het is geen inspirerende omgeving voor een schaatsrijder. Zoals u van de week heeft gekeken en geluisterd naar het interview met Hans van Helden, dan kwam het daarom zeer duidelijk uit. Toen hij zei, ja, ik dank eigenlijk op mijn knieën dat Nederlandse publiek, die wanneer het startschot heeft geklonken, als een soort orkaan losbarst. En dan is het voor zo'n orkaan uit lekker schaatsen. En hier staan ze met die koude vissenogen, zei Van Helden, en daar heb je niet zoveel aan. 6400 meter inmiddels was Hilbert van der Duim, 9:32:23. Rondje van 36 precies. Er waren wat vingertjes naar boven van Boer. Ja, ik denk dat het schema wel zal zijn aangepast, want hiermee kom je natuurlijk lang niet op 14:40 uit. Als je 25 rondjes van 36 hebt. Hij is dus met name de trendsetter op het ogenblik voor de rest. En de rest zit met argus ogen te kijken, dat kan niet anders. Al die coaches die zitten nu met papiertjes klaar. 10-0-8-0-4. 18 en 8 is, ja, het is weer een rondje 36. Ja, het is bepaald een rit van een regelmaat hoor, die Hilbert van der Duim hier laat zien. Geen moment uit zijn ritme, voortdurend in dezelfde balans doorgaan, voortdurend ook dezelfde rondetijden scorend. Dat is op zich heel verdienstelijk. Want nu, als hij regelmatig is, moet hij op zo'n 10:44 zitten op de streep. En daar is hij in 10:44:09 als een Friese klok. Maar het blijft natuurlijk een verschrikkelijk moeilijke keuze voor de rijder en de coach. Als je in zo'n eerste rit weg moet gaan om te bepalen welk schema je dan in eerste instantie aan zult moeten houden. Je
kent de omstandigheden niet echt. 11, 56, 92. En opnieuw een rondje van 36 seconden ruim nu. Wat een merkwaardige opgave voor deze man uit Heerenveen. In de laatste Olympische race moet hij voor het hele spul dat na hem komt maar eens wat neerzetten. Naar vermogen rijden heet dat. Hilbert gaat in ieder geval op de beste 10 kilometer tijd van dit seizoen af. Door hem gerealiseerd, want hij was dit seizoen nog niet sneller dan 15 minuten en 5 seconden en een beetje. Daar duikt hij onder. We gaan naar de bel zometeen en dan is het na 400 meter gepiept voor Hilbert. En de bel klinkt terwijl Hilbert 23.62 heeft genoteerd. Nou, tel daar 36 seconden bij op en dan ben je net op de 15 minuten grens. Henk Boer heeft maar 10 vingers. Ik had het idee dat hij er wat meer wilde opsteken. Nou, de conclusie moet zijn dat Hilbert een zeer regelmatige race gereden heeft. En ongetwijfeld er alles aan gedaan heeft om hier zo hard en zo goed mogelijk te rijden. Het is zeer ondankbaar en hij haalt de 15 minuten grens niet aan de benedenkant. 15. 01, 24. Ik wil best dun bravo invullen vanwege de manier waarop gereden is. Hier is de Zweed Bengtsson, 15, 14, 33. Ja, Hilbert heeft zonder meer een goede race gereden. Daar valt niets op af te dingen. Alleen, ja, we moeten gewoon afwachten wat het waard is ten opzichte van de anderen. De schouders van Henk Boer, het zijn niet van die hele brede schouders, maar je kunt er toch op uitrusten. En de NOS verslaat in ieder geval de NRK vandaag als het gaat om de lengte van de uitzending. Buustason en Karlstad dus. En ja, over de Noorden gesproken, ook in het Noorse kamp is grote verbittering ontstaan in de loop van dit seizoen. Omdat de Nooren natuurlijk nog veel erger in feite dan de Nederlanders falen. Noren die op het Europees kampioenschap in Larvik, een paar weken geleden, nota bene, maar één man in het eindklassement kregen, Falk Larsen, die toen tweede werd. Maar diezelfde Falk Larsen is zijn vorm totaal kwijt en is ook gepasseerd voor deelname aan deze 10 kilometer. En in zijn plaats zal later op deze dag Henry Nielsen, een nieuwkomer uit de Noorse ploeg, aan de start verschijnen. 36.25 is de opening voor Gustafsson, een halve seconde sneller dan Van der Duin. Het is ook al bekend dat de Noorse bondscoach Arne Lier opstapt. Die heeft al gezegd dat hij er geen gat meer in ziet. En voor zover ik begrepen heb, is het een rotzooi binnen de Noorse ploeg op het ogenblik. En deugt er niets van. Karlstad opent trouwens brutaal, dat zag u. Hij scoorde 35-9 bij zijn opening. En nu leidt de Noor 1-0-9-72 en dat is een bepaald snellere start dan die van Van der Duim. 1-10-3 voor Tommy Gustafsson, want Van der Duim had hier 1-12. Ja, het verschil met de eerste rit is natuurlijk duidelijk dat hier twee mannen aan de gang zijn die elkaar een beetje kunnen opzwepen. Ik weet niet hoe lang Karlstad het zal kunnen volhouden. Op grond van wat hij tot nu toe heeft laten zien mag je verwachten dat dat niet tot aan het eind zal kunnen zijn ten opzichte van Gustafsson. Maar toch in die eerste fase kunnen die twee mannen elkaar opjutten. En u heeft gezien dat Van der Duim met 1 zijn tegenstander in feite al kwijt was. 1.44.6 voor de Noor. Om 1.45.1 voor Gustafsson. En 1.44.6 dat is een kleine 3 seconden sneller dan Van der Duim. Ja, ik denk dat Tommy Gustafsson dit wel leuk vindt.
ook goed te horen nu hoe ze schaatsen. Tijden zijn weer eens met vakantie. Het is de 2800 meter en die ging in 4:03:43 voor Gustafsson. En ik kan u alleen maar de eerste passage geven omdat een klein computertje dat via een schermpje bij ons weer binnenbrengt en niet tweede tijd. Snel uitgerekend, Ray Karlstad daar 4:05, sorry. Ja. 3200 meter, nee, praat maar even door, we moeten toch even wachten op die tijden. De 3200 meter, terwijl Gustafsson wat voorsprong heeft genomen, gaat in 4:38:3. Met een voorsprong van 1/1/10 seconde op zijn tegenstander en 4:38:3 is inmiddels toch ruim 7 seconden sneller dan Hilbert van der Duim na 3200 meter realiseerde. Dat is wel erg veel hoor, zo langzamerhand. Hij pakt, of ze pakken, moet ik zeggen. Karlstad zit daar ook nog onder de tijd van der Duim, maar Gustafsson is nu bezig met het pakken van zo'n 7 tot 18 seconden per rondje. 5:13:41, 5:15:02. En Karlstad zit door zijn eerste adem heen, heeft ook slecht evenwicht, u zag het niet, maar hij viel bijna bij het uitkomen van de binnenbocht. De tijd inmiddels, 8:44:4, 12 seconden al ten opzichte van der Duim en 8:50:6 voor Karlstad. En dat is 5,5 seconde ten opzichte van der Duim. We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat Gustafsson een zeer gerenommeerd 10 kilometer rijder is. Hij is nog altijd houder van het officiële wereldrecord dat op 14:23:5 staat. En dat hij in Oslo op het ijs van Bislett heeft gerealiseerd. Nou, een formidabele race met Valk Larsen. Hier is 9:19:90. Dat is een rondje van 35,5. Hij was het eigenlijk niet, maar hij is het geworden. Hij heeft gezien dat op die langere afstanden wat te verdienen valt. Ereprijzen zoals die uitgedrukt worden in medailles bijvoorbeeld. Maar hij kan trainen, het is onvoorstelbaar werkelijk. 9:55:19, waar Hilbert 10:08 had. Dus de aspiraties van onze nationale hoop in bange schaatsdagen vallen in duigen. Ja, met de vermelding daarbij dat Karlstad toch altijd nog 6 seconden sneller is ook dan Hilbert van der Duim. Met andere woorden, ook die Noor is nog steeds niet zo ver teruggevallen dat hij in de buurt van het schema van der Duim is terechtgekomen. Integendeel. Gustafsson op weg nu naar de 7200 meter. 10:44 voor van der Duim. 10:30:6 voor de Zweed. 13,5 seconde. En Karlstad 10:38 rond. Inderdaad nog altijd precies 6 seconden onder het schema van Hilbert van der Duim. 35,5 rondjes nu van Tommy Gustafsson. Hier gaat de Noor, die volgt op enige afstand, maar hij blijft wel volgen. 11:06:24 inmiddels voor Gustafsson naar 7600 meter. En 11:14:02 voor Karlstad. En onveranderlijk een voorsprong van 6 seconden op van der Duim. Ja, nadat de Noor moest lossen, heeft hij een tijdje op deze afstand rood gekoerst en heeft eigenlijk niets meer verloren. We gaan zo direct naar de 8 kilometer toe. ...11:41:08 inmiddels, de tijd voor Gustafsson na 8 kilometer. 15:01 seconde voor Hilbert en 11:50:05. Is nog altijd 6 seconden achterstand van Hilbert op de tijd van Karlstad. Met andere woorden, het gaat er naar uitzien dat Hilbert door deze twee mannen na twee paren dan in een tussenklassement naar de derde positie wordt verwezen. En dat is gezien datgene wat er nog allemaal moet komen,
geen positie waar je al te veel vertrouwen op een medaille meer op mag blijven houden dan. 12-17-6 inmiddels voor Gustafsson. Die nu de voorsprong op Van der Duin wel erg groot laat worden. En 12-27 blank voor Karlstad. Ruim 6 seconden inmiddels. Ja, ik denk toch, Heinze, dat ik weet niet wat hierna nog allemaal gebeurt vandaag. Dat zit nog allemaal in de wolken. Maar ik denk dat je je muts heel diep moet afnemen voor wat Tommy Gustafsson hier aan het doen is. Ja, dat is ongelooflijk, deze man. We weten dat hij een fantastische 10 kilometer rijder is, maar hij bewijst het eens te meer. En hij gaat hier straks naar een tijd, terwijl we even de tussentijd noteren, 12.53.1 over 8800 meter. Poeh. Hij gaat hier naar een tijd, Karl staat inmiddels 13.03.3. Maar zo gaat hij naar een tijd waarvan ik toch moet zien dat er ook maar iemand in staat zal zijn om dat te benaderen. Want dit wordt een schitterende prestatie. Van Lassie. Een gigantische aanval op de eerlijke zedentijd van Hilbert van der Duin. Bekroond met een tijd die, inderdaad zoals we zeiden, 20 seconden sneller is dan die van onze landgenoot. Onvoorstelbare tijd. 14.39.95. Echt waar, het bed. Heel diep af voor deze zweep. En hier komt Karlstad, die braaf gevolgd is. En die 14.52.40 rijdt. Zodat heel duidelijk is dat ook deze Noor onder de tijd van Hilbert van der Duin zit. Met zo'n 9 seconden verschil. Nou, Tommy. Nu zal hij wel weer met zijn moeder ergens naartoe gaan. Om in godnaam maar niet de rest van die races te hoeven zien. Net zoals hij bij de 5 kilometer deed. Toen kon hij hiernaast in de Zetrahal naar het kunstrijden gaan kijken en nu zal hij zijn kwartier wel elders gaan zoeken. De dag is nog lang en hoewel hij heel zeker is van zijn zaak, met alles wat hij doet, gelooft hij toch niet dat hij hier langer nog iets te zoeken heeft. Hij wil nu rust hebben en hij wil niet geconfronteerd worden met de rondetijden van tegenstanders. En die tegenstanders die zien we dan meteen in het volgende paar al komen. Ik ben ontzettend benieuwd wat er vandaag nog meer mogelijk is. Maar het verschil tussen Gustafsson en Van der Duin van, exact uitgerekend, 21 seconden en 29 honderdste. Dat is wel verschrikkelijk veel natuurlijk. Een lichtjaar. We kijken naar Schöfisch, de Oost-Duitse, die hier nog een touwtje om het middel heeft. De man die zo verraste op de 5 kilometer. En hier op de rug zien we naar Henry Nielsen. Die man schreef vroeger mooie liedjes, denk ik altijd maar. En is hier als reserve naar voren gehaald en neemt de plaats in van Rolf Valk-Larsen. Nielsen reed een zeer goede 10 kilometer bij de Noorse kwalificatiewedstrijden. Werd daarna opgenomen in dat circuit van je constant maar op 10 kilometer moeten bewijzen. Waar uiteindelijk de junior Stijn Crosby aan onderdoor ging. Tommy is wel moe hoor. Hij zit echt goed in elkaar daar. Maar goed. De orde van de dag is Schöfisch Nielsen. Henry Nielsen die dus, zoals gezegd, Valk Larsen vervangt. Die is afkomstig uit Trondheim, dus de woonplaats van ook Valk Larsen. Mannen kennen elkaar goed. En heeft dit seizoen een nieuw persoonlijk record gerealiseerd op de 10 kilometer van 15 minuten 4 en 14 seconden. En dat was goed genoeg om hier vandaag die 10 kilometer te mogen rijden namens Noorwegen. Schöfisch, we kennen hem natuurlijk nadrukkelijk van de 5 kilometer eerder deze week, toen hij brons won. Hij heeft al eens 14.46 gereden. En moet het dus ook kunnen. We gaan kijken naar de openingen. 37.6 om 37.7. En die zijn dan toch wel beduidend langzamer dan wat we tot nu toe hebben gezien. Ze zijn bijvoorbeeld bijna een volle seconde langzamer dan de opening uit de eerste rit van Hilbert van der Duin. Dat moet uitkeuren, zullen we het ongetwijfeld gehoord hebben. 3.31.0. 3 seconden sneller dan Hilbert van der Duin. 2 seconden langzamer dan Tommy Gustafsson. Dat is de balans na 2400 meter voor Henry Nielsen. En in zijn spoor ook René Schöfisch, de Oost-Duitser. Die een beetje bijkomt, heb ik het idee. Nou, het zit nog een metertje of 10 tussen. 4.05.74 om 4.06.80.
daarmee precies 4 seconden sneller nu dan Hilbert van der Duim, Nielsen. En ruim 2 seconden langzamer dan Thomas Gustafsson. Schöfies kruipt weer dichterbij. En dat kan dus betekenen dat het een hele boeiende rit gaat worden tussen deze twee. 4.40.88, 4.41.98. 4 seconden achter de tijd van Gustafsson. En zo'n 5 seconden sneller dan de tijd van Hilbert van der Duin. Ik ben benieuwd of deze mannen, 22-jarige kerels, respectievelijk uit Noorwegen en de DDR, in staat zullen zijn om dit wat ze tot nu toe doen, en dat doen ze bepaald niet slecht, om dat vol te kunnen houden. Ze hebben het door schitterende competitie aan elkaar. 7.03.50 voor Nielsen na 4800 meter. 7.04.3. Minder dan een seconde zit ertussen. Zij rijden 36 rondjes op het ogenblik. We gaan naar de 6400 meter toe en die gaat in 9.27.09 om 9.27.19 in het voordeel dus van de Oost-Duitser. Nou, je mag weer even op gemak, Mark, want we hebben de tijd weer terug op de monitor ook. Kijk, de Oost-Duitser, het lijkt wel of je pas nu echt goed op gang komt. Ja, ja. Terwijl we afgaan op de 6800 meter en Nielsen achterstand moet incasseren. Dat is ook te zien als een manier van rijden. Goed. 10.026 voor Schöfisch. Om, wou ik zeggen, net alweer kwijt. 10.0308. 10.0308 voor Nielsen. En die 10.02 van Schöfisch is nu ineens 6 seconden sneller dan Van der Duim. Dat komt door die versnelling die de Oost-Duitser heeft aangebracht in zijn race. En het verschil ten opzichte van Gustafsson in het nadeel van deze heren is nu om en nabij 7,5 seconde. Tiende van seconde sneller zijn dan die van Gustafsson waren op dit moment. Mag niet aannemen dat hij in staat zal zijn om daar nog echt groot iets van af te halen ten opzichte van Gustafsson. Maar hij doet het toch erg goed, deze Schöfisch. En die bronzen plak op de 5 kilometer is geen toevalstreffer geweest, dat is duidelijk. 12.24.5 om 12.29.8. Nog 3,5 seconden scheiden Nielsen van het schema van Van der Duim. En 7 seconden is onveranderlijk het verschil van Schöfisch ten opzichte van Gustafsson. Schöfisch die het nu toch echt moeilijk krijgt. En die nu moet laten zien dat hij beschikt over de conditie om dit af te maken. Hij moet nu naar de 8800 meter toe. En wie heeft daar ooit opgemerkt dat de Oost-Duitse heren niet mee konden in het internationale schaatsgeweld? 13.00. We hebben straks gezegd dat hij afkoerst op 15.52. Dat is natuurlijk een fout. 14.52 is de uitgangspositie geweest van Schöfisch. Dat is wat mij betreft vecht nu ook werkelijk. Terwijl u naar de DDR-vertegenwoordiger kijkt, die, zoals ik al eerder zei, gasfitter is. Van beroep, en hier is die op de 9600 meter in 14.11.21. En daarmee is een achterstand ten opzichte van Gustafsson onder de 7 seconden gekomen. 14.21 rond, inmiddels voor Nielsen. Die nog altijd 2,5 seconden sneller is dan Van der Duim en daar dus ook waarschijnlijk nog weer onder zal komen. Maar de Oost-Duitse laat hier nog eens zien dat er veel mogelijk is vandaag. Want als hij dat kan, dan zijn er ook nog wel wat andere heren die zo direct wat willen, denk ik. We hebben nog een triootje Russen. 14.46.91. En het zegevierende gebaar van Schöfisch betekende veel. Hier is Henry Nielsen in 14.57.81. En het is vreed, maar waar, Hilbert van der Duim is van een medailleplaats af. En wat deze Schöfisch heeft laten zien in het tweede gedeelte van de race, en daarmee herhaal ik mijn woorden van zojuist, is een indicatie dat er nog wel wat mogelijk is. Ik weet het niet. Met
dit ijs. Ik weet ook niet wat ze nu gaan doen met het ijs. In ieder geval gaan ze schoonmaken. De Zambonis komen zo direct op de baan. Marathonkampioen, zoals u weet, hard op weg om de KNSB-beker te winnen. Die kan hem niet meer ontgaan, want van de 19 die er gereden zijn, heeft hij 12 in de tas. Emilia snoof ontzettend toen Mart aan het begin van de reportage zei, Hilbert gaat weg op 14:40. Ja, kijk, je weet natuurlijk nooit wat je kind op het ijs en Hilbert die moet op tijd zetten. En dat is natuurlijk vreselijk moeilijk voor de jongens. En, als je op het goedste stond ervoor had gereden, dan had hij een beetje kunnen kijken waar hij op weg kon gaan. Maar nou wist hij natuurlijk nooit waar hij op weg kon gaan. Maar Gustafsson rijdt hem, die 14:40. Ja, dat is natuurlijk klasse van hem. Dat is natuurlijk wel geweldig eigenlijk. Wat vind je van de ritten tot nu toe? Nou, verrassend eigenlijk wel. Want die Schoefertje rijdt ook 14:46. Dat is toch wel een knappe tijd. En hij rijdt heel veel toch op 15 seconden. En dat had ik toen niet verwacht. Over Niels en Shervis Fish hebben we het straks nog wel even, want ik denk dat die in Calgary over 4 jaar ook zullen rijden. En ik denk dat het niet ondenkbaar is dat jij daar ook rijdt. Dat straks. Laten we even gaan vergelijken. Het marathon rijden en het 10 kilometer rijden. Wat is het grote verschil daartussen? Want er is natuurlijk enorm veel verschil. Hè? Ja, er is heel veel verschil. Want, wat moet je kunnen voor het een en wat voor het ander? Nou, dit moet je erg hoog tempo kunnen rijden. Eén tempo. Als je kunt niet even zeggen, nou we gaan even rechtop. Want een marathon rijden kun je af en toe wat rechtop gaan rijden. Even rusten. Maar dit is niet, je moet gewoon door kunnen gaan. Als je 2 seconden verlies in de rondje kan, haal je het niet zo gauw meer in. Je moet een hoog tempo kunnen rijden. Is dat 10 kilometer. En bij een marathon is het soms 10 ronden hard en dan kun je soms 2 rondjes even wat rustiger. Even rechtop, even je rug trekken. En naar 10 kilometer dat is er niet bij. Dan moet je in 1 keer doorgaan. Ja. Zullen we even een klein stukje, om goed te kunnen vergelijken, even een klein stukje kijken van het Nationaal Kampioenschap Marathon. Dat was half januari in Deventer. U hebt nu die 10 kilometer zitten nog vers in het geheugen. Het lijkt me wel aardig om even het verschil in rijen te laten zien. Daar ga je nu. Emiel Hopman met 1 maart doorgaan. Hopman die voortdurend van begin af aan het hele veld eigenlijk zijn wil oplegde, het tempo bepaalde. En hier samen met streekgenoot Jos Pronk en de man die de laatste 2 jaren Nederlands kampioen was, Jan Kooijman, probeert opnieuw het grote peloton nog meer achterstand te bezorgen. Emiel Hopman, 20 jaar uit het zand in Noord-Holland. Een man waarvan men zegt dat hij ook als allround schaatser een grote toekomst zou hebben. En dan, als we ongeveer half koers zijn en het deelnemersveld is uitgedund tot niet meer dan zo'n 20-tal rijders, 3 man op kop. Hopman, Pronk en Kooijman. En dan zet Hopman opnieuw aan. Opnieuw in een poging om toch maar alleen weg te kunnen. En dan is er maar 1 man meer die nog kan antwoorden en dat is Jan Kooijman. Natuurlijk een gerenommeerd marathonschaatser, kampioen vorig jaar, kampioen ook het jaar daarvoor. Hij is de enige die de geweldenaar Hopman nog kan bijbenen. Jan Kooijman, die in ieder geval de wetenschap had dat eerder op de avond zijn vrouw Ineke voor de 3e maal in haar carrière het Nederlands kampioenschap bij de dames had gewonnen. En dat 3e kampioenschap wil ook hij graag binnenhalen. De eindsprint. Fotografen, ja, die moeten ook hun werk doen, maar het is toch Hopman die nipt weet te winnen. Hij wint de sprint, hij wordt Nederlands kampioen en de man van vorig jaar, Kooijman, wordt nu 2e. En hoe groter het aantal overwinningen, hoe groter natuurlijk de druk voor Emiel Hopman wordt. Je had nog behoorlijk wat over, hè, die eindsprint. Nou, ja, niet zoveel meer, hoor. Dat leek zo. Maar we moeten 150 ronden rijden, dus dat is wel even wat de krachten waren wel gesloten, hoor. Maar. Wat moet je kunnen om heel goed lange afstand te rijden? Nou ja, een hoop trainen moet je ervoor. En als je kunt, moet je. Je moet er een beetje in zitten natuurlijk. Je moet wat talent hebben en je moet er erg veel voor trainen. Hoeveel train je? Geef eens een aanduiding. Nou, ik train zo'n 2 uur per dag. En 1,5 uur op het ijs. En soms train ik dan 's middags nog als fietstraining doe ik meestal aan. Want lopen doe ik niet. Fietsen ligt mij erg goed voor het schaatsen. Veel schaatsers, hè? Ik fiets erg graag, maar. Dat denk ik dat het een erg goede training voor mij is. Krachttraining? Nee, nog niet. Nee. Ga je wel doen? Ik weet het niet. Ik zie dat niet zo erg zitten. Ja, Heinze zei daarnet, Emiel Hopman, mogelijk ook een klassementsrijder voor de toekomst. Als je ook op de sprint wil gaan rijden, dan zou je er wel aan moeten aan die krachttraining. Ja, oké. Misschien wel, ja.
misschien nog niet. Het is net hoe het gaat natuurlijk. Ja. Misschien kan het ook zonder kracht heen. Dat is wel jouw doel, hè? Klassementrijden worden. Ja, dat is maar mijn doel. Maar ja, kijk, nou het begint de marathonrijden ook erg populair te worden in Nederland. Het is natuurlijk nog niet internationaal populair, maar het begint in Nederland erg populair te worden. Dus het begint het klassementrijden een beetje te overklassen. Dus ik weet nog niet wat ik doe. Ja, dat is het grote gesprek, hè, deze dagen. Zeker bij zo'n wedstrijd als de Olympische Spelen. Waar zijn de klassementrijders dan tot nu toe? Nergens. Moet je dan alleen maar specialisten gaan sturen? Nou, daar wordt in de kranten over heen en weer geschreven, in de andere media. Gaat het erover? Wat vind jij daarvan? Hadden wij daar met pure specialisten aan de start moeten komen? Ja, kijk, ja, in Nederland heb je een hoop allroundrijders natuurlijk. Je hebt weinig specialisten. In Nederland is allemaal specifiek allround. Ze willen graag goed rijden bij WK en de EK. En dan laten ze het afstand een beetje liggen natuurlijk. Dus, maar hadden we dan anders naar deze Olympische Spelen moeten gaan? Had men zich daar eerder voor moeten gaan specialiseren, denk jij? Ik weet het niet, maar dat denk ik niet hoor. Het is net hoe de vorm van de dag is en hoe het allemaal gaat en hoe het loopt. En, heel dat we nou gerust goed kunnen rijden. Misschien raakt Vundering ook wel heel goed. Dus, dat weet je toch nooit van te horen. Maar het zei er net dat hij wel een wedje met iedereen aan wil gaan dat Hilbert weer wereldkampioen wordt. Ik denk dat hij wel wereldkampioen wordt, ja. Dan is alles weer vergeten. Ja. Dit allemaal weer vergeten. Dus, Ik moet even, dat slaat verder nergens op, maar even tussendoor voor een touwtje vragen, want anders vergeet ik dat. Die Oost-Duitser die reed net met een touwtje om zijn middel en daar hangt hij dan zijn hand in. Ja. Gek, maar ik denk dat misschien. Heb zijn arm, hangt er anders los aan en dat kost misschien veel kracht. En dan heb je een touwtje erin, dan blijft zijn arm goed hangen. Want als je bij Karing en Go kijkt, die arm hangt er helemaal bij en dat kost toch een hoop kracht, denk ik. Maar dat gaat toch zeer doen, dat gaat trekken, dat lijkt me een heel naar gevoel. Nou, denk ik niet, ik weet niet. Maar hij wil dat en dat moet je hem vragen, denk ik. Hij reed er wel sneller mee dan Hilbert. Klassementrijden van jou. Dan zou je op de korte afstanden een heleboel moeten gaan bijschaven, hè? Ja, heel veel. Die start van mij die gaat nog heel slecht. Ik reed van de week in Insel 500 meter, twee keer. En daar open ik in 11-6 de eerste keer en 11-1. Dus dat leek ergens nog nergens op. Dus daar moet ik heel veel op oefenen. Moet Karin Enke vreselijk om lachen op zo'n opening? Ja, zeker. Kan ik er even tussen komen, ja. Nielsen? Ja, Mark. Eén vraag, snel, voordat we hier terug gaan, want we gaan zo direct door. Ik heb begrepen, Emiel, dat jij uitgenodigd bent om de laatste wedstrijd in Insel om de Gouden Schaats mee te gaan rijden. Is dat juist? Ik heb er nog niets van gehoord, nee. Nou, dat bericht gaat hier rond dat de KNSB jou graag daar de kans wil geven op de 5 en de 10 kilometer om je te gaan doen. En dat er alleen nog een goedkeuring van coach Henk Boer moet zijn om je mee te laten doen. Ja, maar jij weet er nog niks van. Nee, ik zou vanavond of morgenmiddag al horen. Ik hoop dat je dat mag, want dan kan je eens kijken wat je daar zo ongeveer kan doen. Het lijkt mij nu zinvol trouwens om terug te gaan, en dat zeg ik tegen de regie, in Hilversum naar de Zetrabaan, waar de volgende mensen al klaar staan. Prima. Emiel Hopman, bedankt. Ja. We hadden graag nog wat langer willen praten, maar Igor Malkov gaat rijden. Ik denk dat daar een schitterende 10 kilometer aan zit te komen. Jij heel veel succes, tot in Calgary. En bedankt dat je naar de studio bent gekomen. Ja. Igor Malkov, die ziet u hier. De man heeft in ieder geval wat te vieren, want hij heeft al een zilveren medaille op de 5 kilometer gewonnen. En bovendien is hij morgen jarig. En hoe oud wordt hij dan? Ja, 19 pas. Dit is Björn Nyland. De derde Noor die we op het ijs zien. En eens kijken wat het ijs toestaat. Men heeft uitsluitend de sneeuwlaag eraf gehaald met twee machines. En over het algemeen geldt dat de rijders weinig last hebben van die sneeuw als ze zo heel dun zoals het nu is naar beneden komt. En ik ben met name natuurlijk toch benieuwd naar wat die Malkov kan, die jonge kerel, ver weg uit de Sovjet-Unie, uit het Oeralgebied. Die verreweg de snelste 10 kilometer tijd ooit in de geschiedenis gereden op zijn naam heeft staan, 13:54:81 op de baan van Alma-Ata. En dat was, moet u daarbij bedenken, pas de tweede 10 kilometer die hij in zijn carrière reed. Boom, onder de 14 minuten. De eerste die dat ooit presteerde. De openingen inmiddels. 36-1 voor de Rus. 36-2 voor de Noor. Dat is een
beste opening. Mooi verschil in stijlen te zien op dit rechte end. De rust die langer rijdt. Het lijkt. Malkov nu. 256 blank. En Malkov zegt van zichzelf dat hij eigenlijk de 5000 meter zijn favoriete afstand heeft gekozen. Dat blijkt ook wel, die wint hij voortdurend. Hier was hij er dan tweede op tijdens de Olympische Spelen. En de 10 kilometer heeft hij in de toernooien tot nu toe althans wat meer moeite mee. Tijdens het Europees kampioenschap in Larvik bijvoorbeeld werd hij vierde op de 10 kilometer. We noteren na 2400 meter 3:31.4 voor beide rijders. En daar haalt Gustafsson 3:28.9. Ik zal mijn blik eens even gaan richten op de twee coaches die op de baan staan. Eens kijken wat zij aangeven. Als jij even de tijden neemt, dan zal ik eens kijken wat de heren zo direct aan gaan geven. De tijden zijn dan de tijden van de 2800 meter. 4:06.4, opnieuw voor beide rijders dezelfde tussentijd. Een hele mooie rit. Twee rijders die elkaar schitterend in evenwicht houden. En die nu inmiddels 3 seconden achterstand incasseren op het schema van Gustafsson. Maar beide krijgen wel vingers naar beneden van beide coaches. Kijk, die korte versnelling van Malkov heeft deze 6 meter voorsprong tot gevolg. 4800 meter, 7031, 7040. En Malkov is over Nulan heen. Tempoversnelling tussen de 44 en 4800 meter van de Sovjet-Rus. Goed voor de eerste aanval die hij inzet met zo'n voorsprong van een, nou zeg eens, 10 meter, 12, nee meer dan 20 meter is dan. Om 7:40.0. 3:33. Hij kwam van 3:97. En we zijn nog maar op de 7200 meter, waar Malkov hier 10:33.65 heeft. Het verschil was 3:33, het verschil is nu 3:03. Dus dat is een rondje van 0,3 seconden sneller dan Gustafsson in hetzelfde gedeelte van de strijd. Als het zo doorgaat, dan komt hij een heel eind inderdaad. En om eventjes Nulan niet helemaal te vergeten, die zit nu in de buurt van het schema van Van der Duim. En verliest nu toch duidelijk per ronde. En ik denk dat hij achter het schema van Van der Duim straks zal uitkomen. Maar de interessante man is natuurlijk deze, Igor Malkov. Na 7600 meter, 10.086. En het verschil is 2 3/4 seconden, 2.45 om precies te zijn. Hij komt eraan, hè, ten opzichte van Gustafsson. Ja. Ja, ja. Morgen jarig. Was het verschil tussen Gustafsson en Malkov. En we gaan naar de 8 kilometer toe. En hier is 11:43.79. En het verschil is nu 1.97. Als het zo doorgaat, dan kan Gustafsson makkelijk van de tribune afkomen, want dan is hij zijn eerste plaats kwijt. Dan is hij die zenuwen ook kwijt en dan is Malkov nu de nummer 1. Nieuwland inmiddels is duidelijk nu 1,5 seconde achtergeraakt ten opzichte van Van der Duim. Laten we dat ook nog maar eventjes vaststellen. En dan weer gaan kijken naar de 8400 meter passage van Malkov. 12:18.91, het was 1.97, het is 1.26. Dus zijn tegenstander heeft de tijd.
1.11 verschil nog. En we gaan zo direct naar de 9200 meter toe. Ja, dit wordt een verschrikkelijk spannende affaire nog in die laatste rondjes. Want Malkov, die ja, toch maar gewoon onverminderd doorgaat, hè, dat mag je rustig constateren. Formidabel deze jonge kerel. 13.28.9 voor Gustafsson. 13.29.5. En het verschil wordt kleiner en kleiner. Het wordt uiterst miniem. Heel spannend. ...1.11 was het en het is 0.66 nu. Dat komt zo direct op de 9600, het moment dat hij of gelijk is met Gustafsson of net over hem heen gaat. 0.2 seconde zit hij er nog achter bij het ingaan van de laatste ronde. 0.2 seconde verschil ten opzichte van Thomas Gustafsson, nog in het voordeel van de Zweed. Oh, wat heeft die Malkov nog? Die wordt nu voortgeschreeuwd werkelijk door die Russen. De eindtijd van Gustafsson, 14.39.95. Die laatste twee ronden gingen niet meer zo vloeiend. Toen kon hij niet meer terughalen in kwantiteit. Het hangt erom, 14.39.95. 14.39.95. 14.39. Ja, hoe is het mogelijk? 500ste van een seconde pakt hij hier de tijd van Tommy Gustafsson. En het is Rusland 1 op het ogenblik. Wat een race van Malkov, de 18-jarige Sovjet-Rus. Die pakt de tijd van Tommy Gustafsson en dit is tot stand. En wat een race, fantastisch. En hij staat aan de overkant, u kijkt naar Nieland, maar hij hangt werkelijk over zijn coach heen. Ik hoop dat we dat snel krijgen, want dat is het mooie. Ja, toch, de kijk is wat schitterend. Hij kan niet meer op die schaatsen staan op het ogenblik. Hij hangt helemaal over de coach heen. Wat een schitterende finish, gereden voor wat hij waard is. En hij is veel waard. Net te laat gekomen misschien op de 5 kilometer. En hier een secondenspel, het was nauwelijks meer een secondenspel. Het ging om honderdste van secondes. En dat maakt hij waar. Een schitterende prestatie, echt perfect. En dat te bedenken, terwijl ik inmiddels even de tijd van Nieland doorgeef. 15.08.34, inderdaad beduidend langzamer dan Van der Duim. En dat te bedenken dat we nog maar één Rus hebben gehad nu. Hè. Er komen er nog twee. Wat denkt u van Korotkov? Wat denkt u van Botchkaryov? Zo. En die komen er nu aan. En we kijken ook naar Robert Funderink. En ik hoop zo verschrikkelijk dat hij in dit geweld mee kan gaan. Daar is Korotkov. Wat een race zijn ze. Ja, het Nederlandse publiek helemaal kapot te vechten. Het Nederlandse publiek heeft het juiste lied gevonden, denk ik. Die nu luidkeels langs de baan staan te zingen. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehad. Nou, inderdaad, het is verbluffend. Deze Igor Malkov, nog niet eens 19 jaar. Maar goed, hier staat Robert Funderink. En zijn tegenstander is Konstantin Korotkov. De tweede deelnemer namens de Sovjet-Unie. Ook diep uit dat grote landbouw, komstig uit de buurt van de Oeral, Kamenogorsk, om precies te zijn. En ook een man die het echt wel kan op die langere afstand. Maar dat kan Funderink ook. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb mijn hoop een beetje op deze Funderink gevestigd. Als er iemand in staat is, naar mijn smaak, om hier toch nog voor enig Nederlands succes te zorgen, dan moet hij het zijn. Maar dan moet hij wel wat sneller starten. Ja, dat kan hij niet. Hij is een slow starter, maar hij is wel een steer van formaat. Maar ja, 35-8 om 38-0, dat meteen achter je kiezen krijgen na één vol rondje, dat is natuurlijk wel erg veel. Eens kijken hoe die Rus, die liggen nu al 20 meter voor. Ja, die 38 blank van Funderink is ook verreweg de langzaamste opening die we tot nu toe hebben gezien. Maar goed, de man uit Zwolle kan een 10 kilometer rijden, dat heeft hij meerdere malen bewezen. 4.059, 4.077. 1/18 seconde dus, het verschil van Funderink ten opzichte van Korotkov. Vlak schema voor Funderink, dat ziet u aan het vlakke handje van de man uit Veendam, Henk Boer daarboven. En Korotkov is hier nog altijd iets langzamer dan Gustafsson en iets sneller dan Malkov.
maar dat zegt niet zoveel. Daar staat Malkov. In de afdeling bondjassen. De tijd is weg. Ik zal even snel naar buiten duiken. 4.43, 43 en 4.40, 99 respectievelijk. Ja, dat is jammer voor Vundering, want daar heeft hij dus weer een grotere achterstand moeten incasseren ten opzichte van zijn tegenstander die een kleine versnelling heeft doorgevoerd. En met 44.9 toch nog altijd zo'n 2,5 seconden achter Gustafsson rijdt. En het verschil tussen Korotkov en Vundering is ineens niet meer wat het was, zo'n 15 tot 20 meter, maar is opgelopen tot zo'n, nou, 40 meter wel. We hebben de tijd weer, zie ik. 5.16.5 voor Korotkov, 16.2 pardon, en 5.19.8. voor Vundering. Ja, dikke 3,5 seconden er nu achter onze landgenoot. Dat is toch te veel. Dat is jammer. Kom op, Robert. En u ziet ook de vinger van Henk Boer omhoog wijzen. Te teken dat Vundering niet voldoet aan datgene wat hij had moeten doen. Dat hij onder het vertrekschema is geraakt. Of erboven, moet je eigenlijk zeggen. Langzamer in ieder geval rijdt dan de bedoeling was. Korotkov, 14-6. Waarmee hij toch 5,5 seconden achter de gouden medaille ligt. 8-24-1. Is Vundering zijn tijd. En die rijdt inderdaad rondje 37 op het ogenblik. Ja, hij verliest ook een seconde per ronde ten opzichte van de Duim, want daar ligt hij nu al 4 seconden achter. En mijn hoop en mijn verwachting bleken dus niet bewaarheid te worden gedurende deze 10 kilometer. Jammer. 8.50.4 inmiddels voor Korotkov. Die nu ook ten opzichte van Malkov steeds meer terrein moet prijsgeven. En de tijd van Vundering wordt ons niet meer. Schurfies. Bronzen man tot nu toe op 7200 meter 10.38.1. En wat doet Korotkov? Kijk, 10.40.2. Het verval is daar. Het gaat niet echt goed. En Vundering 10.52.2. Die zit daar nu al 12 volle seconden achter. Ook Korotkov is in de 37 rondjes gekomen. Ja, misschien dat Malkov dat toch een klein beetje voordeel heeft gehad van het schoonmaken van die baan, vlak voordat hij aan zijn rit begon. Het zou kunnen. En die baan die dan nu alweer wat zwaarder is geworden, zonder enige twijfel. Oh, maar Korotkov zit er echt heel goed door als je hem nu ziet rijden. Dat was bij het passeren van die streep heel mooi te zien. 11.17.8, ja. Dat is een 37.6 rondje. Ja, Korotkov die gaat eraan, dat is heel duidelijk te zien. Die heeft het verschrikkelijk moeilijk en het is nog te ver om nu al louter op kracht te moeten gaan rijden. Bij 10 seconden achter zijn tegenstander Korotkov, maar het is 12 geweest zoals u weet. En we volgen via de camera's van de Joegoslavische televisie de lijdensweg van Konstantin Korotkov. En onze landgenoot zien we helaas niet meer terug. 13.51.6, ja, dat zijn rondetijden van ruim 39 inmiddels. En Vundering halen het bij lange na niet. 14.31.50, nou, plak daar nog maar 37 seconden bij. En Vundering 14.37.42. Nee, dit worden hele, hele matige tijden, de matigste tijden tot nu toe, zou je kunnen stellen. Want daar gaat het op neerkomen. Korotkov door die bocht hier gaat. Als je dat vergelijkt met de laatste ronde die we straks van Malkov gezien hebben. Ja, Korotkov kan het niet meer en sleept zich moeizaam over het laatste rechterstuk op weg naar de finish. Finish die dus in een, gezien de voorgaande rit, een matige tijd tot stand komt. 15.11.10. En daar is Vundering dichtbij gekomen. 15.14.45. Maar wel, ja, we moeten het helaas constateren. De cijfers liegen nu eenmaal niet, de zwakste tijd tot nu toe. De heren zitten... Bochkarjov hebben we hem dit seizoen eigenlijk nog niet in actie gezien, want aan toernooien heeft hij nog niet meegedaan. Hij was er niet bij het Europees kampioenschap. Hier is de stand, even kijken hoe het ervoor staat. Malkov 1,
Gustafsson 2, 500ste verschil. Dan Schöfies, Karlstad, Nielsen, Van der Duim nu 6. Nulan, Korotkov, Bengtsson en Vunderink op de 10e plaats. Hier kijken we naar die man die ik u zojuist al voorstelde, Potkajov. Maar hij is er wel eens in geslaagd, weet je dat nog, om in zijn eentje een stadion in Assen van 20.000 mensen stil te krijgen. Nou en of, en hoe. En dit is een tegenstander, Masahito Shinohara uit Japan. Vinger van Mulder. En het schot. En we zijn weg voor rit nummer 6. En Potkajov heeft dit jaar wel een hele goede 10 kilometer al gereden. Maar ja, dan moet je altijd het voorbehoud van die Medeobaan Alma-Ata maken. Daar deed hij dat namelijk. En toen kwam hij uit op 14.12.8. Een tijd die beter is dan de officiële wereldrecordtijd op dit moment van Gustafsson. Maar dat zijn allemaal tijden die niet als wereldrecord erkend worden daar op die onderlinge wedstrijdjes op de Alma-Ata toestand. Maar ja, ze rijden het dan toch maar. Je moet het wel kunnen natuurlijk. De openingen. Potkajov leidt 36-5 om 37-3 voor de Japanner. Voorsprong op Gustafsson te behalen. Maar we hebben ook het tegenovergestelde gezien. Door middel van Korotkov in de vorige rit. Die ook vrij goed van start ging. Maar in het tweede deel volledig in elkaar ging. Dat kan ook gebeuren. We gaan naar 1600 meter. 2.19.6 voor Potkajov. En daarmee is hij ongeveer gelijk met de tijd van Gustafsson. 2.25.6 voor Shinohara. Die er al aan is. Ja, als iemand het nog kan van de heren die nu nog in de baan moeten komen, dan is het toch wel Potkajov, denk ik. De Finse kilometervreter Nihitele heeft de pech om pas over een paar uur op het ijs te komen. Vrijwel achterin zit hier eens Potkajov op 2 kilometer. 2.54.58. Half secondetje achter de nummer 1 op dit moment. En op dat moment was dat Gustafsson. U zag ook trouwens de vingers omhoog. Zondagmiddag Van der Duim leek ze heel zeker van zijn titel. En toen kwam deze man. Zonder kooit reed hij toen. Wat moest hij inhalen? 17 seconden. Hij kwam geloof ik tot 15 of zo. Hier is hij weer op 4.04.99. En hij verliest nu meer. Anderhalve seconde verliest hij op Gustafsson op dit moment. En hetzelfde verschil heeft hij ten opzichte van Malkov, maar dan in zijn voordeel. Het schema van Gustafsson, die in deze fase nog altijd snelste man was. En die Japaner, die gaat niet echt hard met 6.44.53. Die komt ergens in de 15 minuten en 40 seconden terecht als het zo doorgaat. ...7.02.83, waarmee hij ruim 4 seconden achter ligt. Toch schaatst hij goed, die Potkajov. Hij heeft een iets wat andere stijl dan die andere Russen, een iets wat kortere slag. Rondje 36-1, 3 achter elkaar. En daarmee zit hij, want die vergelijking is nu actueel, denk ik, een seconde onder het schema van René Schöfies, de man die vooralsnog de derde positie in het tussenklassement inneemt. Ja, hij rijdt nu op de 4e plaats. Zijn achterstand op. De toppositie is nu 6.15.
nog zo'n 15,5 minuten serieus per dag. En dus dan nu. Ik denk niet dat het voldoende is voor een medaille. Hij ziet op het ogenblik de heer Shinohara in de smalle rug. En hij zal hem zodra gaan pakken, zodat we na het dubbele van Ria Visser naar haar val bij de dames de tweede lap gaan krijgen op dit Olympisch toernooi. Rondje van 36,5. Het is nog interessant om te zien of hij die derde plaats kan aanvallen. Ja, hij zit daar op dit moment zo'n kleine twee seconden achter. Botkajov op 8 kilometer. 11.52.05, waar Sjöfisch 11.48.9 had. Dat wordt interessant om te zien of Botkajov goed is voor een bronzen medaille. Daar zit. En daar is Botkajev in 12.28.8. Dus daar laat hij een gaatje vallen. Maar de vraag of die Japaner weet wat er achter hem gebeurt. En of die heel beleefd buigend bijna opzij wil stappen zo. Ja, in de achteruitkijkspiegel wist hij het. Het is ook leuk voor de tijd wanneer hij dit keurig gaat hij opzij. 13.41.6. 6 seconden al achter op het brons nu, ja. Hij redt het niet. Hij vecht wel, maar hij haalt het niet. En de stand van zaken blijft dus 1 Malkov, 2 Gustafsson, 3 Sjöfisch. En dat zijn uitgerekende 3, zei het in een iets wat andere volgorde, die de 5000 meter beheersten. En Shinohara die gaat nu in het wiel rijden van Botkajov. 14.18.9. Alles lijkt erop dat Japan al nu hem voorbij gaat. Dit is een tragicomische aangelegenheid. Uiterst merkwaardige manoeuvre van de Japaner dit. Als ik Botkajov was, dan zou ik zeggen, nou ik weer. En dan zou ik er weer langs gaan. Is die nou gek? Eindtijd voor Botkajov. Goed voor een 5e plaats. Gevochten. Voor wat hij waard was, maar het was niet voldoende. 14.55.32. We hebben de 3 Sovjet-Russen gehad, waarvan er 1 op de kop staat. En dat is Malkov. De aanvallen van de 2 anderen, van Korotkov in eerste instantie van, en van Botkajov, die gingen niet door. Zodat we nog altijd de stand hebben staan. 1 Malkov, 2 Gustafsson, 3 Sjöfisch, 4 Karlstad, 5 Botkajov. 6 Nielsen, 7 van der Duim, 8 Nulam, 9 Korotkov, 10 Bengtsson, 11 Vundering en 12 de Japaner die binnengekomen is in 15.31.70. En dat is de heer Shinohara. Het lijkt mij tijd worden om weer terug te gaan naar de studio in Hilversum. Hoe denk je dat dat is om het 500ste geklopt te worden wat nu gebeurd is met Gustafsson? Nou, dat lijkt me heel erg hoor. Daar kan jij je niks bij voorstellen als marathonrijder, hè? Nee, ik kan het niet voorstellen natuurlijk, maar ik wil liever natuurlijk dan op 10 seconden rijden, het tweede of zo, dan op 500ste tweede worden. Ja. Dan denk ik bij, god, zie, die had ik maar even 2 slagen harder gegaan. Had ik gewonnen misschien. Ja, het is een schaats, denk ik, hè? Schaatslengte, ja, iets meer. Het is zo'n stukje misschien. Ja. Ja, het is een heel rare gewaarwording, hoor. Bij die lap van de Japaner net kreeg jij wel een blik van herkenning in de ogen, hè? Want dat komt jou als marathonrijder zeer bekend voor. Ja, dat komt heel bekend voor. Vooral als je bij de peloton gaat lappen, dan zie je peloton voor je rijden, dan krijg je toch een stimulans. Ja. Dat is misschien met die Rus net ook zo. Die had hem ook voor zich. Dan krijg je toch een stimulans om echt nog even door te gaan. Als jij nou zo naar die ritten kijkt, hoe graag had jij daar willen staan in Sarajevo?
Nou ja, heel graag natuurlijk. Ja, ik had heel graag gereden. Ik zag vanmorgen in de krant een stuk van Art Schenk staan. Die schrijft aan het eind, hij zit wat te filosoferen over het kernploegsysteem. Aan het eind schrijft hij als laatste nog een advies aan Emiel, dat ben jij. Blijf maar lekker boksen op jezelf en met je trainingsmaat in de Noord-Hollandse polders. Die kernploegen met zijn kibbelende leiding lijkt me ook niet alles. De pioniers hebben namelijk op één enkele Rus en een Oost-Duitser na al het blinkende metaal in de rugzak kunnen stoppen. Als je dat hoort van een man met ervaring als Schenk, wil je dan nog graag in die kernploeg? Ja, kijk, volgend jaar kan het misschien wel weer heel anders wezen. Volgend jaar zijn de ruzies misschien allemaal weer over en alles is weer normaal. Dus dan kan het wel weer heel anders wezen. Jij wil naar Kouden? Ja, tuurlijk. Heel graag. En voorlopig hoorden we dus net van Martin in de vorige dweilpauze de gouden schaats voor jou. Begin maart, 5 en 10. Misschien wel, ja. Veel succes daar. Ja. Jij moet nu echt weg. Ja. Bedankt dat je gekomen bent. Ja, okay. En we gaan verder praten met Piet Klein. Ja, dank u wel. Dat was Emiel Hopman. Piet Klein aan de andere kant. Nou, hoeft niet veel bijgezegd, hè. Innsbruck, goud, zilver en brons. In Lake Placid was je er nog. 3 jaar geleden gestopt. Emiel is de komende man die nu gaat. En met Piet is het precies omgekeerd. Piet, wat vind je er tot nu toe van? Wat tegen? Het valt voor een Nederlander natuurlijk erg tegen. Maar ik vind het toch een mooi hoog pijl. Hele mooie wedstrijden. Alleen voor de Nederlanders is het natuurlijk niet mooi om naar te kijken. Dat mooier geweest als een Nederlander net op 500ste of 200ste gewonnen of verloren had. Dat was in dit geval niet belangrijk. Maar ja, toen. We begonnen heel enthousiast ook te kijken met Heinze naar die rit van Wunderink, hè? Ja, Robert, ja. Op de 5 kilometer viel hij natuurlijk ook al iets tegen. Dat is dan onze man die echt gespecialiseerd dat misschien over 4 jaar kan uitbuiten. Maar op dit moment heeft hij het niet gedaan. Hebben we te veel verwacht nu van hem op deze Spelen? Nou, als ik kijk naar de rest van de kernploeg, dan rijdt hij toch wel iets beneden zijn kunnen. Maar je moet niet vergeten, de mannen die nu aan de top staan, op elk afstand, dat zijn echt mannen die gespecialiseerd zijn op alle afstanden. Zal het daar ook wat het Nederlandse schaatsen betreft volgens jou in verder gaan? Zullen we in Calgary meer specialisten aan de start hebben dan allrounders? Nou, bij andere landen, zoals het nu is, zijn er allemaal specialisten aan het werk. Alleen Nederlanders hebben alleen allrounders aan het werk op Wunderink na, die dus volgens mij over 4 jaar, als je het waard vindt, dat moet je natuurlijk ook afvragen of het waard is en of hij de mogelijkheden krijgt, dan is dat een man die echt gespecialiseerd kan gaan werken naar een 5 en 10 kilometer toe. En dat zal wel moeten, hè? Willen we ooit in de medailles rijden? Als we Olympisch mee willen blijven tellen, zal dat wel moeten, ja. Ja. Het lijkt me eigenlijk wel leuk, ook voor jou, omdat je het zelf nooit meer hebt teruggezien, om nog eens eventjes naar dat goud van Piet te kijken. Innsbruck was dat in 1976. Daar pakte hij het goud op de 10 kilometer. En dat ging zo. Piet Klein hier doet 13-2-4. 36 blank, weer in rondetijd. Ja, hij heeft bijna meer dan 3 seconden voorsprong op Stan Stenson. En het is bijna niet meer mogelijk dat hem dit nog ontgaat. Piet Klein, hij trekt zich van sneeuw en slecht ijs, of minder goed ijs moeten we zeggen. Dikke sneeuwranden, hij trekt zich er allemaal niets van aan. Ook niet van de gerenommeerdheid van een sprinter of een steer als Stan Stenson, die 14:53:30 heeft staan. Die 13:37:8 is maar 14 seconden boven het wereldrecord van Stan Stenson, wat 14 dagen geleden gevestigd is tijdens die Europese kampioenschappen. 14:15:31. Doorkomst van Stenson tijdens de Europese kampioenschappen van 14:14. Kijken hoe ver hij daarmee in de buurt zit. Ivanov gaat die niet voor de tweede keer pakken, maar dat scheelt bijzonder weinig. 14:14 is die passage van het wereldrecord. 14:14:85. Nou, dat wereldrecord, dat wordt het misschien dan niet, maar in ieder geval een toppositie en daardoor misschien een gouden medaille voor Piet Kleine zit er zonder meer in. Ivanov voor de tweede keer, die is volledig gedesillusioneerd. Die man is nergens meer, maar Piet Kleine is de held van de dag hier, van de Nederlanders, maar waarschijnlijk niet van de Noorden, want hij pakt Stan Stenson zijn gouden medaille af. Enorm, de laatste 100 meter voor Piet Kleine.
Deze medaille kan hem niet meer ontgaan. Fantastisch. Hij pakt Ivanov nog vlak voor de streep. Geweldig. 14:50-76. Een gouden medaille. 14:50-76. Hoef je nu niet meer mee aan te komen? Nee, dan wil je geen gouden medaille meer. Maar toen... Kijk, je moet alle wedstrijden natuurlijk afzonderlijk bekijken en ijsomstandigheden, alles stel mee. Maar het was slecht toen daar, hè? Ja, het was slecht, maar toch toen, in die tijd was het een heel goede tijd ook, omdat ik net boven het wereldrecord zat. Dus toen was het goed, maar nu hoef je er niet meer mee aan te komen. Hey, wat is er gebeurd met jou sinds die tijd? Lake Placid was je toen nog? Ja. Je hebt net bij de vorige rit verteld dat je daar goed kapot ging, hè, op de 10 kilometer. Ja, in tegenstelling tot deze rit net in Innsbruck, daar reed ik zo gelijkmatig en ik liep allemaal zo gesmeerd. En in Lake Placid, daar ben ik mezelf 3 keer tegengekomen. Ik denk, ik haal die finish nooit op laatst. En je ging fantastisch van start toen? Ik ging heel goed van start, want tot half in de race zat ik bijna gelijk met Heide. Ja, en ik kon dat niet houden natuurlijk. En ik was, achteraf was ik enorm blij met mijn zilveren medaille. Ja. Op dat moment was dat voor mij het hoogst haalbare, want... die man die was gewoon niet te pakken. Nou, ik vind zeker, als je nu naar deze Spelen kijkt, met de dagrealisering met meer, wat een gigant dat geweest is, hè? Erik Heiden. Ja, je ziet het nu ook, er is niet zomaar meer die dat kan. Ik geloof ook niet, het kan nooit meer, dat is zo raar, maar op dat moment was hij degene die dat kon doen, maar op dit moment is er op geen één afstand, is er eigenlijk gezellig aan de top, op de 5 en 10 kilometer kun je dat zien. Ja, en op de kortere afstanden zijn ook wel dezelfde mannen voorin, maar toch niet over zo'n hele breedte van de 500 tot 10 kilometer. Dat is op dit moment, dacht ik, niet mogelijk. Nou, zeker als die tendens zich doorzet van die specialisatie bij Olympische Spelen, dan kan dat niet meer haast, hè? Maar het is inderdaad een gigant geweest. Iep Kramer moet nog rijden. Ja? Ja? Mag ik er even tussen komen? Ja, graag, Mart. Dit is Mart hier. Piet, ik heb die rit niet van je kunnen zien net, want die hebben ze alleen in Nederland uitgesteld natuurlijk. Maar ik herinner me heel goed jouw rit in Lake Placid toen je hier letterlijk het snot voor de ogen reed. Jij kon dat. Nou wordt er aan alle kanten hier gezocht naar verklaringen waarom de schaatsrijders van de kernploeg dit niet kunnen. Of het een karaktertrek ja of nee is. Jij gokte ook op Europees wereldkampioenschap, maar je wilde per se in Lake Placid rijden. Het snot voor je ogen rijden. Dat denk ik dat ik dat hier niet gezien heb. Wat is jouw mening daarover? Nou, het is natuurlijk moeilijk te beoordelen hier zo van voor televisie. Ik geloof echt wel dat die jongens alles uit de kast rijden. Dat ze echt hun best wel doen. Maar ja, ik geloof dat, we hebben het er hier in de studio ook over gehad, dat al dat gekibbel eromheen, dat het de jongens ook geen goed doet. Ik geloof dat een beetje rust om de ploeg heen, dat het toch wel beter is. Ja, heb jij gisteravond bijvoorbeeld Iep Kramer gezien in onze uitzending, die daar zei van dat dit een mooie aanloop was voor het wereldkampioenschap van volgende week in Gothenburg, dat dit eigenlijk niet zijn afstand is, die 10 kilometer, hij gaat zo direct dan wel van start. Dan denk ik, als volger van de zijkant, dat zou ik nou nooit zeggen. Ik zou zeggen, potverdorie, ik knal er morgen in. Ja, maar ik denk dat met Iep is, Iep voelde zich een beetje gepasseerd op zijn sterkste afstanden, en dat zijn 1500 en 5 kilometer. En nu mag hij starten op eigenlijk een minder sterke afstand voor hem. En dat, ik denk dat dat de redenatie van Iep is, dat hij zich goed voorbereidt verder op het WK. En dan is een Olympische Spelen een leuk trainingskamp, kan ik je meedelen. Ja, zo, daar lijkt het wel op, ja. Maar er is natuurlijk wel een verschil tussen, jij zegt net, ik geloof wel dat die jongens hun best doen. Maar tussen je best doen en alles uit de kast rijden, ligt ook nog een wereld, denk ik, hè? Nou, ik denk dat het die jongens wel doen. Ik denk dat ze wel alles uit de kast rijden. Ik geloof ook niet, als je een klassement opmaakt van Hilbert zijn, waar hij dan op gestart is, en dan zit hij veruit, staat hij op de eerste plaats. En ik geloof dat hij volgende week bij de WK, dat hij dan ook beslist, voor mij is hij de uitgesproken favoriet. Dat is hij voor iedereen hier ook rond de baan. Ja. Iedereen is ervan overtuigd van de Duim wordt volgende week wereldkampioen. Daarom, ik denk dat het alleen maar zit in specialisatie en dat we daarin tekort hebben geschoten en dat die jongens de mogelijkheid er niet voor hebben en of ze het niet waard vinden, dat zijn een heleboel factoren natuurlijk. Atje Keulen zei vorige week hier in de studio, de mensen die nu aan de top mee willen draaien, moeten er meer voor over hebben. Ans Schut, die er een paar dagen later was, zei, er moet ook talent zijn, we hebben geen talent in Nederland.
Nou, dat weet ik niet. Ik dacht wel dat we talent hebben, maar ja, ik vind het zo moeilijk. Ik bedoel, met een allround kampioenschap zitten we wel van voren, alleen op de afzonderlijke nummers, dan komen we echt een beetje tekort. Ja. Want als je zei, ze hebben er wel wat voor over, maar net niet genoeg. Alles moet je ervoor over hebben, die paar jaar dat je aan de top mee wil draaien. Nou, ik ben ervan overtuigd dat die jongens en de meisjes ook net zo goed, dat ze er alles voor over hebben en dat ze er alles voor doen. Maar je moet ook kijken naar de mogelijkheden. Ik geloof dat ze achter in Oost-Duitsland en Rusland toch ietsje meer mogelijkheden hebben verder. En ja, misschien dat we daarin wat tekort komen in verhouding met die landen dan. Maar ik zou verder geen reden kunnen aanwijzen. Even over Hilbert, wereldkampioen volgende week. Zit het niet erg dicht op elkaar, dat wereldkampioenschap na deze Spelen? Hoe lang duurt het voordat je bij bent van een 10 kilometer rijden? Hoeveel dagen heb je nodig om te recupereren? Als je vorm hebt, dan kun je bij wijze van spreken de volgende dag alweer rijden. Dus dat is geen probleem. Ik geloof dat het WK is meestal een week na de Olympische Spelen. Anders dan wordt het zo, het wordt een beetje op elkaar gepropt natuurlijk. Maar dat is niet anders. Ik denk niet dat dat een punt is. Ik geloof dat iedereen wel voldoende hersteld is dan. Ja? Weet je nog, 4 jaar geleden, toen ging het hele spel van Lake Placid in ene door naar Heerenveen. En toen werd Van der Duim kampioen en versloeg die Heiden. Dus alles is mogelijk dan hoor. Ja. Hoe ver zijn jullie daar op de baan, Mart? Oh, jullie kunnen nog even doorgaan, er rijdt nog zo'n wagen over. Nou, Iep, hebben we het al over gehad, Piet. Ik wou graag nog even hier, als we dan toch nog tijd hebben, een klein stukje laten zien wat waarschijnlijk voor jou ook heel erg leuk is. Want er is destijds opnieuw van dat laatste stuk van jouw 10 kilometer in Innsbruck een erg mooi stukje film met slow motions gemaakt. En dan wou ik graag aan de regie vragen of we dat nu even kunnen starten. Het lijkt me voor Piet ook leuk om daar nog even naar te kijken. Dat zijn hele erg mooie beelden. 1976, Olympische Spelen in Innsbruck, de gouden rit van Piet Kleine. Mooi, hè? Ja, schitterend. Het is nog maar zo kort geleden eigenlijk, hè? En ja, jij bent er 3 jaar geleden mee gestopt. Nu zitten we te kijken naar dadelijk Iep Kramer in zijn rit tegen Jäger. Hans van Helden gaat nog rijden. Wat denk je dan als je Hans ziet rijden op deze Olympische Spelen? Nou, ik heb het schaatsen al behoorlijk van me afgezet. Maar als ik Hans zie rijden, dat is dan echt iemand van mijn lichting. Ja, dan gaat er wel wat anders door je heen. Dan denk je van ja, had misschien ook. Kriebelt het wel weer. Kriebelt er wel weer meer als dat die andere jongens rijden. Heb je heel af en toe wel weer neiging om erbij te willen zijn, toch nog? Nee, echt niet. Want nou, we hebben het net ook over gehad. Je moet er zo ontzaggelijk ver voor doen. Zou je toch kunnen? Ik denk niet dat ik dat meer op kan brengen. Ik heb zoveel gereisd naar de baan. Het is niet alleen natuurlijk in de winter dat je weg bent. Je moet zomer zoveel trainen. En dan is het 30 graden boven nul bijvoorbeeld. En dan zit jij schaatsprongen te maken in het bos. En dat kun je natuurlijk een paar jaar wel doen. Maar, en ook wel langer. Maar in al dat reizen in het voorseizoen naar de baan moet je soms 2 keer trainen. En het is allemaal zo moeilijk te combineren. Vooral ook omdat je werkt. Ja. En ja, nee, d-
Dat, ik zou het niet meer op kunnen brengen. Ik denk het niet meer. Ik vraag me af hoe Hans van Helden dat doet. Want die is eigenlijk in dezelfde omstandigheden als jij. Hè? Getrouwd, kindje, gezin. Loopt hij inderdaad de hele zomer door het bos te springen nog? Nou, ik denk het wel. Die zal echt wel ver van moeten doen. Anders dan kun je vooral niet meer op dit niveau presteren. En ja, Hans heeft een periode gehad in zijn loopbaan dat het wat minder ging. Door een rugblessure en ja, door allerlei andere omstandigheden is het op een paar jaar is het nou zeg maar ronduit slecht gegaan met hem. En ja, dan is het natuurlijk mooi om, of mooier, dan lijkt het me, dan heb je een extra stimulans om weer terug te komen in je. Ja, je hebt een doel voor ogen om weer op het oude niveau terug te komen natuurlijk. En ik denk dat dat voor Hans toch een beetje anders is dan dat je, zoals ik dan al jaren dat gedaan heb. Maar je kijkt, je bent er nog wel iets dichterbij dan bijvoorbeeld arts Genk, hè, die volstrekt afstand heeft genomen van het schaatsen en er op zeer verre afstand naar kijkt. Nou, het doet jou nog wat, hè, als je zit doet te kijken. Mij wel, ja, het doet mij zeer zeker wel wat. Al, ik kan mij op het moment enorm goed. Ik kan het van mij afzetten omdat ik veel fiets. Doordat ik fiets, kan ik mijn agressie goed kwijt. En, kan me best voorstellen dat Art er zo'n afstand van af heb genomen. En ik denk dat ik over een paar jaar ook wel zover ben. Je maakt mij niet de indruk dat je veel agressie kwijt moet. Maar op de fiets kan dat. Daar train je veel voor en je rijdt ook grote wedstrijden, hè? Ja, de bedoeling is dat ik van 7 tot 14 maart met onze ploeg naar Frankrijk en dan met de prof samen in Parijs-Nice ga fietsen. Als voorbereiding, voor het wielerseizoen. Wat doe jij in het wielerseizoen? Wat voor wedstrijden rij je dan? Nou, de bedoeling is om veel amateurklassiekers te rijden. Parijs-Nice? Wat zeg je, Mart? En de Olympische Spelen. Nee, hè? Nou, ik denk het niet. Zullen ze wel wat jongere jongens voor hebben, denk ik. Hoe goed ben jij op de fiets? Goed. Nou, weet je. Ik vroeg dat Piet, Mark. Nou, dat is moeilijk voor mij om dat te zeggen, maar ik kan redelijk meekomen. Goed, zeg maar. Hè? Want Parijs-Nice, daar kunnen geen kleine jongens naartoe. Nee, dat is voor mij ook een hele nieuwe ervaring. En de ploeg waar ik dan nu in zit, in de Univers Concorde ploeg, die gaat er naartoe. En nou, ik heb de mogelijkheid om daar naartoe te gaan. En omdat ik in het voorseizoen bijzonder weinig tijd heb om te trainen door mijn werk, vond ik dat een ideale voorbereiding voor het verdere verloop van het seizoen om daar mee te fietsen. Maar ja, het is me wel de vraag natuurlijk hoe ver je komt met zulke. Hoe ver wil je komen in die wielrennerij? Nou, ik bedoel dus in die ene wedstrijd. Ja, nee, maar ik bedoel, je zal denk ik ambities hebben, anders dan ga je niet zo intensief met zo'n sport aan de gang. Tot hoe ver wil je daarin komen? Zo ver mogelijk, wat mijn mogelijkheden zijn. Op dit moment dan hoor, ik doe het echt niet lang verder. Maar ik heb voorheen, nadat ik gestopt ben met de schaatsen, heb ik dus gefietst bij de club. Bij ons, nou dan moest je, dan ging ik ook al vaak, omdat ik graag klassiekers mag fietsen over grote afstand. En nou ja, dat reed ik ook al vaak, die klassiekers. En nou ja, dan kan ik het op Nederlands hoogste niveau doen dan. En nou ja, dat trekt mij wel. Ja. We gaan denk ik maar eens terug naar de baan in Sarajevo. We gaan kijken naar de rit van Iep Kramer die tegen Werner Jäger rijdt. En dat is dan de laatste Nederlander. Laten we hopen dat hij het goed doet. En nou, misschien Hans van Helden, wat denk je? Wat Hans doet op 10 kilometer? Nou, dat is moeilijk natuurlijk om te zeggen. Maar Hans is natuurlijk in een geweldige vorm. En ik heb begrepen dat het ijs niet al te best is. En Hans is een hele technische rijder. En zover ik weet heeft Hans altijd een hele grote boog in zijn schaatsen en kon altijd met zijn techniek en kon hij altijd heel goed uit de voeten, ook op minder ijs. En ik zie Hans nog een heel eind komen. We zijn benieuwd. We gaan terug naar Sarajevo, naar Mart. Ja, dat is te zeggen of er nog geschaad gaat worden. Er is iets geks gebeurd met het ijsbereiden. Dat hebben we straks vlak voor onze ogen kunnen zien. Terwijl Kramer en Jäger zich opmaakten om daar bij de startplaats, bij Mulder, te komen, kwamen ineens allerlei ISU-figuren op het ijs. Er gingen wat vingertjes in dat ijs, er werd geprikt, er werd geveegd. En het blijkt nu dat ze zijn dan de Joegoslavische mannen die het ijs moeten schoonmaken, die hebben dat, volgens de rijders althans,
geheel verkeerd gedaan. Wat ze gedaan hebben is vanuit onze positie niet goed te zien. Maar ze zijn, nadat ze die wagens van het ijs hebben afgedragen, weer teruggehaald. En er is het een en ander geconfereerd onderling. De hoge heren hebben op het ijs gestaan en hebben toen de ijsmeester opdracht gegeven om het ijs sterk te doen verbeteren nu. De kwaliteit van het is niks, hebben ze gezegd. En er wordt gescholden aan alle kanten aan de overkant, zie ik nu, op die schuivers. Want het moet zo slecht zijn. Hier ziet u die ijsmeester met een walkie-talkie gewapend op dat machine staan. Die man is dus verantwoordelijk voor wat er hier allemaal gebeurd is de laatste weken. De boosheid gold ook de rijders, want je zag al die rijders die in de volgende paren komen, zag je naar de kant van de baan gaan en dan roepen van ja, dit is niks, hier gaan we niet op rijden en zo. Ook Kramer en zijn tegenstander stonden hier en die probeerden dan met die vinger te slijpen over dat ijsheep. Dat lukte niet. En toen gingen de trainingspakken weer aan en iedereen rijdt nu in de ronde. En zo links en rechts zie je wel mensen proberen om nog iets aan het ijs te doen. Maar ik ben ontzettend benieuwd wat ze nu weer voor een blunder hebben gemaakt, die ijsmannen. Want het oponthoud is natuurlijk opzienbarend. Zij heeft een makkelijke taak op het middenterrein. Om daar mensen die er niet horen weg te halen. Maar het ijs is nog maar steeds niet beter. En de machines blijven rondrijden. Het lijkt me haast toe dat ze aan het schaven zijn gegaan. En daar was juist de angst. Dat ze dat alsjeblieft niet zouden doen. U weet, je hebt nooit dezelfde omstandigheden in een grote schaatswedstrijd, want het weer verandert voortdurend. Maar je probeert toch, als makers van het ijs, om er een zo gelijk mogelijke omstandigheid van te maken. En dat heb ik gewoon de indruk dat dat niet lukt op het ogenblik. Heinze is inmiddels even naar de baan gegaan om te informeren wat er nu aan de hand is precies. Kramer rijdt nog rond, Jäger rijdt nog rond. De mannen van de volgende paren zijn ook nog bezig met iets van een warming-up, maar niet hard. We krijgen dus eerst nog Jäger en Kramer, dan Scharf en Marchetto, dat zal niet hard gaan. En Hatschief en Erich, die zijn dan in het derde paar na deze dweil gekomen. Er wordt nu hard op een fluit geblazen. Ten teken van het feit dat Willem Mulder de heren bij zich wil hebben. En de heren zijn dan Jäger en Kramer. Coach Boer staat in ieder geval nog niet op zijn coachvak, want hij rijdt hier nog in de omgeving van de startplaats. Maar Mulder maakt toch aanstalten om te gaan beginnen. Ernaar uit dat we dat ook zullen doen. Maar het was een merkwaardig lange pauze die we hier gehad hebben. Als het toch nog over een opmerking. Goed, daar gaan we. Het is nu 17 minuten over 11. En Iep Kramer zet nu zijn eerste Olympische schreden van 1984. Werner Jäger uit Oostenrijk is een tegenstander. En we zijn wederom begonnen voor een 10 kilometer. Een 10 kilometer die deze twee heren in ieder geval ongeveer gelijkwaardig zouden moeten kunnen afleggen. Ze waren respectievelijk 8e en 9e op de 10 kilometer van Larvik. 8e Kramer, 9e Jäger. Met andere woorden, ze ontlopen elkaar niet zo vreselijk veel. Nou, we vechten dus voor de laatste Nederlandse kans hier in Sarajevo. Dit is de laatste Nederlandse deelnemer die in actie komt. En de openingen zijn 38-3 voor beide rijders. En dat zijn bepaald matige openingen. Ja, u weet inmiddels dat als je hier wil meetellen, dat je dan wat eerder van start moet gaan, wat harder van start moet gaan. Of je moet daarna een volle ronde doorknallen, die er zijn mag. Maar ik denk ook hier dat met een trommeltje voorzichtigheid onder de arm op weg is gegaan. ...800 voor Jäger, 1, 13, 15. Voor Iep, 1, 14, 13.
is jammer om te moeten constateren, maar dit zijn tot op heden de zwakste tussentijden die we hebben gezien. ...11,5 voor Iep, 4,12,35 voor Werner Jäger. En ik denk dat ondanks de furieuze opdrachten van ISU Baasje Capitano van de IJsmeesters hier, dat niet het zozeer gewenste effect heeft gekregen. Maar in tegendeel zelfs. Want de baan is heel heel zwaar geworden, dat is te zien. En daarvan is Kramer dan de dupe op zijn enige Olympische optreden hier. En dat is ontzettend jammer. ...4,47,45 om 4,49,04. Iep Kramer, die vorig seizoen, over het hele seizoen gerekend, onze beste allrounder was. Een tweede plaats op het EK en een vierde op het WK. Ja, maar met het beroemde bil zitten. Ik heb wel eens gezegd de beroemdste bilblessure van Nederland. Hij is er nog steeds niet af, zegt hij trouwens. 5.23.17 om 5.26.04. Vier seconden achter Robert Funderink. Nee, Kramer is niet op weg naar een medaille, dat kun je rustig concluderen. En dan bladeren in de boeken. Moet je toch heel ver teruggaan om Olympische Winterspelen tegen te komen, waarbij met lege handen van terugkeren. Cortina D'Ampezzo. 1956, 28 jaar geleden. 5,58,9. 6,03,05. Hij zou wel eens op 15.08 weggegaan zijn, kunnen zijn. Hij heeft één keer een kampioenschap behaald, die Kramer, in 76, toen hij Nederlands kampioen bij de junioren B was. En daarna is een echte titel nooit in zijn bereik geweest. Ja, hij moest natuurlijk altijd met Hilbert leven. 9.001. 18e sneller dan Funderink inmiddels. ...1,14 onder Funderink. Het goed is doorkrijgen van de kant waar het lege rood-wit-blauw gestaag groeit, moet ik zeggen. Artsen, masseurs, coaches. Daar komt Iep op 8400 meter. U hoort ook de aanmoedigingen, 12.36.76. En hij haalt terug. Hij zit nog 3/3 seconden achter Hilbert van der Duim. Dus het is nog mogelijk in de nog 3,5 ronde die hij moet rijden, dat hij dicht in de buurt komt van Hilbert, als hij reserve heeft. Nou, zo te zien heeft hij die, hè? Ja, ik vind op dit moment al dat je kan zeggen dat hij echt naar vermogen rijdt, en beter zelfs. Van der Duim. En nou moet hij het in anderhalve ronde waar weten te maken. Nou, ik moet zeggen dat ik het een zeer, zeer grote verrassing zou vinden als Kramer er hierin zou slagen om de snelste Nederlander te zijn. En Van der Duim en Funderink achter zich te laten. Nou, Funderink, dat is al gebeurd. Maar hij is ook zeer duidelijk op jacht nu naar het schema van Van der Duim, die de laatste ronde inging naar 14.23.62. Dat haalt hij net niet. Maar het scheelt niet veel. 17e van een seconde. Nou, dat is... Kom, Iep, rijd door. Het zou heel leuk zijn. Het zou een verrassing zijn. Maar aan de andere kant een bewijs dat je je mentaliteit op echt waar op peil hebt gehad voor deze race. En dat je je uitzending op die 10 kilometer ook Olympisch NOC-achtig gezien volkomen waar maakt.
Van der Duim staat zevende op het ogenblik in het algemeen klassement. En Hilbert Snijntijd was 15.01.24. En Kramer knokt echt waar zeer goed. Na een tijd die er net onder komt. Want kijk maar, daar is hij op 14.59.89. Iep Kramer is de beste Nederlander op de 10 kilometer tijdens de Olympische Spelen hier in Sarajevo. En wie dat verwacht had, die mag nu op gaan staan. En ik zeg, goed gedaan, prima. Mooie prestatie van Kramer. 7.07.2. En met duel nemen laten we het schema van Schöfies maar even voor wat het was. En gaan we ons maar eens richten op het tussentijdjes van Iep Kramer. De hoogstgeplaatste Nederlander in het klassement voorlopig met de zevende plaats. Om eens te zien of Erich aan die zevende positie van de Nederlander nog iets kan doen. Voorlopig wel, want hij zit daar een kleine 4 seconden onder. Maar we gaan pas op weg naar de 5200 meter. We zijn dus ongeveer half koers. 7.43.1. 4/12 seconden sneller dan Iep Kramer. En pet je af voor die Hatschi hiervoor, die er schitterend bij blijft. En deze rit nog wel eens een hele verrassende wending zou kunnen geven. 10.06.9 voor Erich. Bijna 6 seconden sneller dan Kramer. En nog altijd ruim 4 seconden achter de bronzen prestatie vooralsnog, tenminste van René Schöfies. En als we constateren dat we nu zo'n 6 seconden sneller zijn, 5,5, nee, 6 toch inderdaad wel, dan Kramer. En constateren dat het persoonlijke record van Hatschi staat op 14,55 en een beetje. Dan komt de Oostenrijker heel dicht in de buurt hoor. Kijk eens, minder dan een seconde is het verschil inmiddels. Nog altijd 6 seconden sneller dan Kramer voor Erich. Erich heeft te veel geprobeerd, die moet tol betalen en zal misschien nog wel onder de tijd van Kramer gaan uitkomen. Maar nu is Hatschi de kloppen man. 13.42.8. Iets minder dan 6 seconden nog altijd sneller dan Iep Kramer was, terwijl nog een kleine 2 rondjes moeten worden afgelegd. En kijk eens hoe die Erich moe gestreden is. Te gauw natuurlijk, want hij is er nog niet. En kijk eens hoe onwaarschijnlijk fris en monter deze Hatschi uit Innsbruck, 20-jarige jonge man, nog bezig is in de laatste fase van die lange, lange 10 kilometer. 14.18.3, 6 seconden precies, sneller dan Kramer. En wat doet Erich? 14.24.4, die zit inmiddels een 10e seconde achter Kramer. Nou, Hatschi gaat dan waarschijnlijk Kramer van die 7e positie weghalen, maar Erich komt aan de tijd van Kramer waarschijnlijk niet toe. Zeg het nog maar eens, 14.55.06 is het persoonlijk record tot nu toe van Hatschi. En kijk nou eens waar hij op uitkomt. Boom, nieuw persoonlijk record voor de Oostenrijker. Prima gedaan. 14.53.78. En hier is helemaal leeg gereden, 15.03.76 voor Erich. Die in de laatste fase zoveel heeft moeten toegeven dat hij dus nog achter de tijd ook van der Duim is geëindigd. En dat betekent dat Kramer en Van der Duim in het klassement 1 plaatje opschuiven. Kramer staat dus nu 8e en Van der Duim 9e. Omdat deze man, Michael Hatschi uit Oostenrijk, die, ik herinner u er nog maar al aan, ook vorig jaar als een onplezierige verrassing voor Van der Duim met name in petto had, er opnieuw in is geslaagd om op de 10 kilometer onze landgenoten allemaal voor te blijven. En dat is een prima prestatie die hem vooralsnog op een 5e positie in het tussenklassement van de 10 kilometer brengt. En wie dat van tevoren had voorspeld, nou, die is denk ik spetkoper. Daar is het klassement.
terwijl de baan hier weer gezalfd gaat worden. Malkov leidt, Gustafsson, Tjeupis volgen. Karlstad en daar dan die verrassende Hatschief. Voor Bochkarjov, Nielsen, Kramer 8 van de Duim 9. Erich 10 en Vunderink voorlopig op een 15e positie. Een mooi moment om weer terug te gaan naar Hilversum. Probeer het te pesten. Nou, dat is dus pesten, wat denk ik mezelf. Want ik ging op mijn gezicht. Maar de 1500 en de 5000 meter weet ik dat niet meer. Zeggen de namen Glodaire en Hita jou nog wat? Nou, je ze noemt, zal het best wel kloppen. Dan is Glodaire waarschijnlijk 5 kilometer geweest. Maar dat herinner ik me niet meer. Die jongen ken ik wel hoor, daar niet van. Het leuke is dat hij niet geïnterviewd wordt waarschijnlijk voor deze Olympische Spelen. Hè? Vermoeid, die armen allebei los op de laatste meters. Nog even een paar slagen. En dan ligt die tijd er 7:23.61. De mensen moeten maar zien hoe ze daar aankomen. The first place, Altschenk, Nederland. Time, 7 minutes, 23 seconds, 0.61. Het is toch wel vechten geplaatst natuurlijk voor Schenk. Die ziet zo vreselijk hoog boven alle andere rijders uit Torrent als iedereen zo langzamerhand wil doen geloven. Hij moet er echt wel moeite voor doen en hij gaat met goede harde klappen naar de streep. Die laatste ronde, die moeten ze helemaal gaan doen. En kijk eens, we komen op 2:2.96 uit. Art Schenk plaatst zich hier op dit moment aan de top van de lijst. De bel voor de laatste ronde. De voorgaande ronden zijn toch altijd nog in 36-1, 36-3 en 36-2 gegaan. Nu is de doorgangstijd 14:25.44 en Kees Verkerk had 14:29 staan hier. Een verschil van 4 seconden. Nu gaat het er nog maar om of Art erin slaagt om met een goede laatste ronde nog onder de 15 minuten te komen. Dat zou een formidabele prestatie zijn op deze baan en onder deze omstandigheden. Het ijs is overigens niet zo veel, niet zo heel veel slechter geworden. Het is alleen wat uitgetrapt geraakt, maar de wind heeft Art kennelijk niet gedeerd. En de moeilijkheden van die wat minder goede baan heeft die schitterend overwonnen. Hier gaat hij over de streep. 15:01:35. Een schitterende tijd. Terwijl het blauw is... Je hoort dus niks van Heinze Bakker, ik ook niet. Ik dacht dat we hadden afgesproken, dat moet ik even aan de regie vragen, dat we nu het schaatsen instarten. Ah, kijk eens, daar is Junel. Ik voor, denk ik, naar zijn landgenoot Junel. 14:35 blank bij het ingaan van de laatste ronde. 10,5 seconden al achterop Iep Kramer. Het verval is ongelooflijk groot in die laatste ronde. En Junel heeft duidelijk te veel van zichzelf gevraagd. Komt met zijn krachten niet uit. De eindtijd van de zwoegende Jan Junel, 15:12.90. En hoe kan een verval tot stand komen? Ongelooflijk. Het hoge Zweedse bezoek blijft de cameramensen boeien. En ik kan me dat voorstellen, want het kijken naar Andreas Dietl geeft alleen maar een gevoel van huivering. Want wat moet deze man lijden op deze 10 kilometer? Wat moet die man verschrikkelijk pijn voelen? En kijk eens naar die eindtijd. Ja, het is beschamend, want Dietl kan en kan het veel beter. De 16 minuten was nog niet eens haalbaar voor hem. 16:01:89. Ver en ver uit de zwakste tijd tot nu toe. En dat zal Andreas Dietl zich toch heel anders hebben voorgesteld. We staan voor een toch wel interessante 10 kilometer rit, denk ik. Dit zijn de onderdanen van Hans van Helden die nu van start is gegaan in zijn rit tegen Michael Woods, de Amerikaanse veteraan. Zo mag je dat wel noemen, dat is Van Helden ook. Leeftijden 35 voor Van Helden, 31 voor Woods. Die als 10 kilometer rijder enige naam heeft. Hij won de 10 kilometer tijdens het wereldkampioenschap van 1980. En heeft een persoonlijk record staan van 14:39.5. Zo'n 15 seconden beter dan het persoonlijke record van Hans van Helden. Maar het verschil is dit, dat Van Helden zijn persoonlijke record dit jaar realiseerde de baan van Insel. 36-3, zegt Van Helden, en 38-5 is de tik
voor Woods met 1-0 een dikke 2 seconden aan zijn broek van onze ex-landgenoot. En die van Helden, ja, wat heeft die man toch een geweldige indruk gemaakt dit seizoen. In Luivik, tijdens het Europees kampioenschap. In Sarajevo hier, tijdens de Olympische Spelen. En wat kan die man er ook nuchter over praten. 1-10 blank. Nou, ga er maar aan staan. Dat is gedurfd hoor. De man die altijd weer nieuwe dingen uitvindt, dit seizoen is gaan trainen op de baan van Inval met een parachute achter op zijn rug. Om maar zoveel mogelijk krachten tot ontplooiing te brengen. En nu de 2 kilometer tijd noteert van 2,54,5 seconden. En dan 2/10 seconden moet toegeven op het schema van Gustafsson, maar nog altijd schitterend in de race ligt. Exact dezelfde tussentijd die René Schöpies noteerde. En nu ontstaat er weer competitie, want Michael Woods in de binnenbaan is weer bijgekomen. Maar Van Helden kruist voor hem langs, dat nog wel. Hij gaat nu weer naar de binnenbaan toe, zodat de voorsprong wel gehandhaafd zal blijven. Maar hij heeft toch weer eventjes gevoeld dat hij nog een tegenstander heeft. En wie weet wat voor effect dat op de op winstbeluste man uit Frankrijk kan zijn. 4 kilometer. En kijk eens hoe die Woodsbijk trekt. Kijk eens, 16e van een seconde is het verschil maar meer. En het schema van Schöpies kunnen we nu vergeten. Daarop is Van Helden al meer dan een seconde achterop geraakt. En ik ben een beetje bang dat onze man zich heeft laten verleiden tot het maken van een bliksemstart. En dat hij dat nu in het verdere verloop van de race toch een beetje zal moeten bekopen. Maar misschien kan hij zich optrekken aan de tegenstander Woods, die daar uit de binnenbocht komend nu gewoon naast Van Helden rijdt. 8:17:08. 6 seconden sneller dan Kramer. En misschien moeten we toch weer terug naar dat schema van Schöpies, want het verschil is maar 2 seconden in het nadeel van Woods. Van Helden is gezien in deze rit, tenzij Woods zichzelf nog tegenkomt, maar ik geloof daar niet aan, want hij ziet er goed uit, hij ziet er monter uit, Amerikaan. En passeert nu de 6 kilometer lijn, 8:53,7. 2/2 seconden achter René Schöpies. En als dit zo doorgaat, dan gaan de Nederlanders allemaal opnieuw een plaatsje zakken. En zou Kramer zijn 8e positie nog kwijtraken aan deze Amerikaan. En voorlopig is er helemaal niets dat wijst op verval van deze Woods. Afgestudeerd. Man met een goede maatschappelijke positie. 9:29,6. Na 6400 meter. 2,5 seconden achter Schöpies. Dat zal dan niet meer mogelijk zijn, mag je veronderstellen. Dat zou ook eigenlijk te gek zijn natuurlijk. Blijf gaan, schreeuwen Amerikaanse coaches van de kant af. En Woods doet dat door 11:16,8 te noteren na 7600 meter. Maar moet dan ook zich realiseren dat het steeds moeilijker gaat. En dat het verschil ten opzichte van die Kramer teruggelopen is tot 4:2 seconden.
53-7. Je kunt zeggen wat je wilt, maar het is toch veel meer dan wie dan ook van deze Amerikaan zal hebben verwacht. Die op 30-jarige leeftijd een soort rentree in het internationale schaatsen beleeft. En dat op een zeer, zeer goede wijze doet. De bel gaat voor de laatste ronde van Woods. 14-20-6. Nou, die vijfde plek van Hatjif haalt hij niet meer, maar hij komt goed uit. En Kramer, mogen we rustig aannemen, is zijn achtste positie in het klassement kwijt. Tenzij het een hele, hele, hele magere laatste ronde gaat worden voor Woods. En veel meer over heeft hij niet. Maar ik mag toch niet aannemen dat hij nog die tijd van Kramer zal laten gaan. Die op 14.59 uitkwam. Daar blijft hij denk ik toch wel onder. Laatste stukje van Woods. En kijk eens, een prachtige eindtijd. Een zevende positie voorlopig. 14.57.30. Hulde voor deze Amerikaan. En nu is het wachten op Hans van Helden. Die na een zeer moedig begin van de 10 kilometer toch een heleboel heeft moeten toegeven. Hier komt hij. Hans van Helden zijn eindtijd is goed voor een 19e positie voorlopig. 15-26-10.